Het aankomende theaterseizoen markeert een opmerkelijke terugkeer naar de schijnwerpers voor niemand minder dan actrice Anne Wilblankers. Op maar liefst 83-jarige leeftijd blijft dit theatericoon haar passie voor het podium koesteren. Samen met een getalenteerd ensemble, waaronder Pepijn Schoneveld, Lies Vissendijk, Daniel Cornelissen en Dick van den Toorn, zal Blankers schitteren in het intrigerende stuk genaamd Galerie de Waverly, zoals onthuld door Moord Theater De plot omarmt een diepgaand thema. Waarbij het leven van de eigenaresse van een bescheiden kunstgalerie centraal staat, terwijl zij worstelt met de uitdagende gevolgen van Alzheimer. In een boeiend samenspel zullen Vissendijk en Cornelissen de rollen van haar dochter en kleinzoon vertolken. Via de lens van de kleinzoon zal het publiek worden meegenomen op een emotionele reis, waarin verwarring en afstand worden belicht, maar ook de krachtige sprankjes optimisme en moed die de grootmoeder blijft uitstralen. Het artistieke talent van Cornelissen overstijgt acteren alleen. Hij heeft ook de vertaling van dit aangrijpende stuk verzorgd. Met eerdere successen zoals showponies en kok op zijn palmares... belooft zijn betrokkenheid bij Galerie de Waverly een extra laag diepgang toe te voegen. Regisseur met de bouwhuis zal haar visie en expertise aanwenden... om dit complexe verhaal tot leven te brengen op het podium. De première van dit veelbelovende theaterstuk staat gepland voor november in Den Haag. Waar het publiek wordt uitgenodigd om zich te laten meevoeren door de krachtige emoties en gelaagde personages die Galerie de Weverly belichaamt.